Ja, het is natuurlijk mooi. Natuurlijk is dat iets waar je van droomt natuurlijk. Maar je blijft er ook altijd nog keihard voor werken. Hij probeert ook zo min mogelijk naar zijn schoenen te lopen. Of eigenlijk gewoon niet. Maar je zit wel duidelijk in de ontwikkeling, hè? Zeker ook na de winterstop. Ja, tuurlijk. Ik heb gewoon met mezelf gepraat en gezegd gewoon van oké, ik moet nu nog extra geven, nog meer geven. Om uiteindelijk meer minuten te maken. En dat is na de winterstop wel gebeurd. Wat vaak ingevallen. Dus dat is gewoon mooi dat het nu gewoon gebeurt. François, er wachten jullie een pittige reeks. We beginnen met NAC. Maar jullie hebben natuurlijk wel revanche gevoelens na afgelopen vrijdag. Ja, sowieso. Revanche gevoelens ten opzichte van de wedstrijd die we daar gespeeld hebben. Toch nog steeds bepaalde gevoelens als je het hebt over de teams die boven ons staan. Dat we daar een keer resultaat tegen moeten halen. Maar vooral kijkend naar de doelstellingen en de plek op de ranglijst. Ja, we willen een keer resultaat halen. Blijven we daarin meedoen. Alleen als je bijvoorbeeld kijkt naar Go Ahead, ja, daar hebben we vooral van onszelf verloren, vind ik. Het is niet zo dat Go Ahead nou geweldig goed speelde, maar wij waren gewoon ondermaats. En uiteindelijk moet dat gewoon beter, wil je morgen resultaat halen.